De grootste kansen is dat we nu een instrument hebben waarbij we snelle teksten kunnen genereren, teksten kunnen schrijven, opmaken, programmeercode kunnen genereren, Excel sheets, presentaties. Dat zijn de kansen en dat zal effecten hebben op allerlei vertakkingen van onze maatschappij. De grote bedreigingen zijn natuurlijk dat je datzelfde instrument kunt gebruiken om bijvoorbeeld veel betere spam te maken, die niet van echt te onderscheiden is. Dus je moet mensen opleiden om dat te herkennen. De IT-afdeling van Tilburg University en andere universiteiten moeten oppassen, want er zijn nu steeds betere cyberaanvallen te doen met dit soort systemen. Je kunt GPT instrueren om gewoon een programma te maken die alle kwetsbaarheden van een organisatie kan ontdekken. Dus daar zitten de gevaren. Nou, wat je natuurlijk moet begrijpen is dat ChatGPT geen mens is, maar gewoon heel veel informatie verzamelt en niet de echte wereld kent. Dus je kunt eigenlijk de antwoorden niet vertrouwen van ChatGPT. Je moet het zien als een aanzet waarbij je elk ding wat hij genereert moet wantrouwen. Dus wat je eigenlijk moet bereiken is dat mensen of studenten opgeleid worden om te herkennen wat waar is en wat niet waar is. Dat is natuurlijk niet een probleem wat uniek is voor GPT. Dus dat hebben we al met internet en met andere bronnen van informatie. Nou, de impact van dit soort systemen, die zogenaamde large language modellen, zal zijn dat ze verder verfijnd worden. Je zult speciale systemen krijgen voor bepaalde toepassingen. Denk aan in de finance of iets anders. En je zult zien dat er gewoon een integraal onderdeel wordt van onze dagelijkse werkzaamheden. Dus nu hebben we nog wat koud watervrees en wat discussie. Maar dit wordt gewoon een tool die iedereen gaat gebruiken. Tekstschrijvers, ontwerpers zullen die diffusion modellen gebruiken. En wij moeten als maatschappij kijken hoe we ons daaraan aanpassen. En ik denk dat Tilburg University een prima plek is om die juiste balans tussen mens en computer te vinden.